Wie gaat wandelen aan de Oosteroever heeft het al opgemerkt. De Blue Accelerator, een geel baken op zo'n 500 meter van de kust. Het is het Maritiem Innovatie- en Ontwikkelingsplatform, een lab voor ontwikkelingen in blauwe energie. Het is inderdaad een container die geplaatst is op een paal. We noemen dat een monopile. Dus de paal zit zeer diep in de zeebodem en daarop is er een container geplaatst die eigenlijk voorzien is als labo. Er is een heel waaier eigenlijk aan mogelijkheden binnenin. Dus uiteraard hebben we elektriciteitsvoorzieningen. We hebben een internetverbinding, een dataverbinding met het land. En daarnaast alle andere faciliteiten die je zou verwachten in een traditioneel labo. Wij als POM West-Vlaanderen zijn eigenaar van het platform. We zetten eigenlijk het platform open voor alle bedrijven, kennisinstellingen, KMO's, industrie, die innovaties of nieuwe technologieën willen gaan testen in deze omstandigheden in volle zee. We staan eigenlijk open voor alle partijen. In het platform kunnen drie soorten testen gebeuren. Boven, onder en op het water. Boven het water kan je absoluut gebruik maken van, van het luchtruim. Dus onder andere kan je met drones daar testen gaan doen, maar kan je ook meteorologische gebaseerde metingen gaan gebruiken. Op het water kan je dan uiteraard gebruik maken van de energie die in de golven zit, om bijvoorbeeld golvenergietesten te gaan doen. En onder het water heb je dan toegang tot de zeebodem, rechtstreekse toegang zelfs vanuit het platform. Ongetwijfeld een meerwaarde voor wetenschappelijke instellingen en maritieme bedrijven die zich willen ontwikkelen in blauwe energie. Het lab is nog maar pas in gebruik, één bedrijf is er al aan het werk.